Wat doen 10 Colombianen in een loods in Steenbergen? Hier verwerkten ze gigantische hoeveelheden cocaïne. Ook sliepen ze tussen de gevaarlijke chemische stoffen. Het lab werd in maart vorig jaar ontdekt. Er lag ruim 66 kilo coke en meer dan 1000 liter drugsafval. Nu gaan de mannen 3 jaar de cel in. De officier van justitie vordert het aan verdachten op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden. De rechtbank is van oordeel dat verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het samen opzettelijk bewerken van cocaïne in een cocaïnewasserij. In zo'n cocaïnewasserij wordt coke uit gesmokkelde spullen zoals kleding of shampoo gehaald en verwerkt tot grote blokken. In de loods hing een sterke chemische lucht. De Colombianen werkten daar, maar woonden er ook. Er stonden kleine tentjes en een pipowagen in de loods. De 10 Colombianen hadden verteld op een proces dat ze naar Nederland waren gekomen voor alles behalve dat drugslab. Eentje zelfs voor een zangcarrière. Maar de rechtbank die geloofde er eigenlijk helemaal niks van. Die zeiden van jullie moeten hebben geweten waar jullie mee bezig waren. Want jullie woonden in een pipowagen in tentjes rondom dat drugslab, rondom die chemicaliën. En dat is ook de reden dat de rechtbank heeft gezegd, we houden rekening met de straf. Want jullie moesten wonen en werken in die vieze omgeving, in die vieze omstandigheden. En daarom werd het geen 4 jaar, maar 3 jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht het aannemelijk dat een drugsorganisatie geen willekeurige en onwetende personen toelaat in een cocaïnewasserij. En dat het aantal personen dat daar werkzaam is zo klein mogelijk wordt gehouden om de kans op ontdekking te verkleinen. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat de verdachten daar enkel met één doel waren en dat ze met dit doel ook naar Nederland zijn gereisd. Ze waren enkel een schakel in een groter geheel, maar hebben in het hele proces wel een belangrijke rol vervuld. Dit is trouwens niet het eerste Zuid-Amerikaanse drugslab in Brabant. Er werden ook van dit soort cocaïnewasserijen gevonden op een boerderij in Lepelstraat en aan de Dorpstraat in Sint-Willebrocht. En misschien wel het bekendste voorbeeld, het drijvende drugslab op een boot in Moerdijk, waar een aantal Mexicanen voor werden opgepakt.